Dit is de ruige noordkust van Gran Canaria. Even ten westen van Las Palmas op weg naar Gadar. Zware branding. Ja, je kunt hier mooie foto's maken. Je ziet toch niet vaak dat de huisjes zo pal aan het rotsstrand staan. Een beetje golf slaat er overheen. Zo sneaky golf bijvoorbeeld. Ook alleen maar pal langs het strand staan de huizen. Oude golven hier zijn toch wel iets anders dan die van ons Noordzeestrand. Nou, daar komt er toch een aan. Het is jammer dat ik mijn plankje vergeten heb. Alonso Quesada. Ja, daar ontwikkelt zich weer een hele grote. Spectaculaire punten aan de noordkust van Gran Canaria. Zo, en wat dit goes through you. Mooi, hè? Mooi. Ja. Spat hier meters op. Daar komt er weer een. Ik heb toch jammer van dat surfbordje wat ik vergeten heb. Ja, jammer dat ik het surfbord toch niet ook bij me heb. Ze hebben hier ook
een hele mooie esplanada. Moet je kijken. Een marmerd plaveisel. En van hieraf loop je een heel pittoresk straatje in. Langs Villa Tonina. En El Olzuer. Daar een restaurantje. En dit is de voorzijde van het straatje aan zee. En de haven. Dit is de haven dus. Rita. Of Agaita. We rijden hier langs een zeer steile bergweg. Langs de winderige westkust van Gran Canaria. En in de verte zien we plaatsje Guaita of Agaita, waar we vandaan gekomen zijn. We hebben tot nu toe ongeveer 3 kwartier over gedaan. We lopen nu naar de Mirador El Balcon. Die zat zo'n 400 meter boven de zee. Het waait hier ongelooflijk hard. Vooruitkijk dat je camera uit je handen gaat waaien. Maar vooruit je Atlantische Oceaan. Gran Canaria. Dit is het kassen met tussen 2 haakjes. Gebied van Aldea aan de westkust van Gran Canaria. Enorm uitgestrekt. En het zijn geen kassen, maar het zijn ongeveer een soort tenten. 1,5 meter, 2 meter hoog. En daaronder is een soort linnendoek. En daaronder wordt blijkbaar van alles verbouwd. Die veelheid van kleuren in de rotsen hier, waaronder ook groen en geel, maakt dat het heel veel weggeeft van National Park Zion, wat we eerder gezien hebben. De zon schijnt er nog net op hier. Is de andere kant ook allemaal weer groen. Misschien zit er wel koper in. En daar staan wij dan. Met onze Toyota Yaris.